impact op de fleetsector van de nieuwe fiscaliteit die zal er sowieso zijn. Er zal een daling zijn van de aftrekbaarheid. Bij Toyota en Lexus zal dat nogal meevallen, want we hebben sowieso al een zeer lage NEDC2 en ook WLTP. Of ik eerder fleet of mobility manager ben, dat is een zeer goede vraag. De grote baas van Toyota, meneer Toyota zelf, heeft trouwens gezegd: als je merk niet ombouwt tot een mobility provider, dan ben je sowieso dood, kan je niet meer mee. Wij zien op vlak van inschrijving inderdaad een shift naar benzine. En dat is volgens mij niet echt een zeer goede keuze van een fleetklant. Omdat als je evenveel kilometers rijdt als met een diesel, ga je sowieso veel hogere brandstofkosten hebben. Autonome wagen is volgens mij een goed idee voor bepaalde verplaatsingen. Einde van het rijplezier is het dan wel, maar ik denk niet dat iedereen autonoom gaat rijden altijd. Dus volgens mij geen probleem. Dan zou ik eerder marketingmanager zijn. Ik heb ook marketing gestudeerd. Ik ben er eigenlijk nooit in terechtgekomen. Maar goed, dat is nog altijd iets wat ik zeer graag zou willen doen. Het mooiste moment professioneel was dat toen onze grootste klant ons vertelde dat hij met ons verder in zee ging. Dus solidariteit voor het gezin. De blauwe Yarissen gaan vanaf maart volgend jaar in grijze Yarissen rondrijden. Weliswaar bestickerd. Ik ben een autofreak, ik zie graag auto's, maar ik ben niet iemand die de zondag op het circuit gaat rijden of zo. Dus het blijft een vervoermiddel, een praktisch instrument. Toyota is worldwide sponsor van de Olympische Spelen. Elk jaar is er dan in België ook aflossingsrun van een marathon. Dus dat is eerst iemand die 15 kilometer loopt, iemand die dan 10 kilometer loopt, terug 15. Ik zou dan proberen van 10 kilometer te lopen. Dat is een serieuze inspanning voor mij, want ik ben helemaal geen loper.